Transplantatie is voor veel mensen een spannende periode. Een transplantatie heeft mooie kanten, maar brengt ook onzekerheden, spanningen en angst met zich mee. Angst en spanningen horen erbij. Maar wat verstaan we nu onder angst en hoe werkt het? Angst is een emotie die waarschuwt voor gevaar. Hierdoor kan angst nuttig en beschermend zijn. Wanneer we angstig worden, reageren we met vluchten, het vechten of bevriezen. Bij echt gevaar, er komt bijvoorbeeld een auto op je afgereden, dan is het goed dat dit systeem geactiveerd wordt. Het helpt je namelijk te overleven. Maar wanneer er geen direct gevaar is, dan is het niet helpend. Het is begrijpelijk dat je je soms zorgen maakt over de transplantatie en ook over hoe je lichaam functioneert. Echter, wanneer dit zorgen maken zo groot wordt dat het je leven gaat beheersen, dan zien we dat mensen soms gaan vermijden of juist extra gaan controleren. Het is normaal dat je je soms zorgen maakt over de uitslagen. Maar wanneer je deze zorgen niet los kunt laten en er constant over blijft nadenken, dan heb je er te veel last van. En als je iets voelt in je lichaam, is het ook heel normaal dat je denkt, als dit maar goed blijft gaan. Maar als je continu op je lichaam let, dan is het ook niet goed. Onzekerheid in de situatie van transplantatie is heel normaal. Immers, de situatie is in zekere zin ook onzeker. De meeste mensen vinden wel een manier om met deze onzekerheid om te gaan. Zaken als afleiding zoeken, steun zoeken of erover praten met iemand die je vertrouwt kunnen helpen. Realiseer je dat afstoting meestal goed te behandelen is. Het kan orgaanschade geven, maar het betekent niet dat het orgaan meteen verloren is. Afstoting heb je niet zelf in de hand. De enige controle die je hebt is om goed de medicatie in te nemen tegen de afstoting. Maar ook al doe je dat heel zorgvuldig, kan een afstoting voorkomen. Soms zien we aan de uitslagen dat een orgaan slechter is gaan functioneren. Dit kan van alles betekenen. Soms moet juist worden afgewacht. Soms moet er een biopt worden genomen of een andere behandeling worden ingezet. Deze fase is lastig omdat je zelf geen grip of controle op de situatie hebt. Zeker voor mensen die graag de controle hebben, kan dit lastig zijn. Ze zijn gewend dat je door iets te doen of te laten invloed hebt op de uitkomsten. Maar er is ook een deel dat je nu eenmaal niet onder controle hebt. En dat is iets waar mensen zich toe moeten verhouden en het gaat dan eigenlijk over het verdragen van onzekerheid. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Het is vaak niet helpend om heel hard je best te doen om de angst compleet te onderdrukken. Vaak komt het er dan toch wel uit, bijvoorbeeld in de vorm van lichamelijke spanningsklachten. En als je klachten blijft houden, spreek je dan over met je behandelaar. Zij kunnen samen met jou kijken of een verwijzing naar medisch-maatschappelijk werk of een psycholoog passend is.